De nieuwe terminal moet komen op de kop van de beer tegen de Maasvlakte aan. Tot in de Tweede Kamer toe is door tegenstanders de afgelopen jaren gevraagd hoe het zit met de veiligheid van het nieuwe bedrijf. En er komt nu ook nog eens de politieke situatie bij na de vliegramp in de Oekraïne, met name de opstelling van de Russische president Poetin. Dat we nu één en één bij elkaar op kunnen tellen en nu gewoon hele concrete stappen kunnen nemen op het internationale politieke theater. Leefbaar Rotterdam erkent dat de rol van de gemeente in de internationale politiek beperkt is, maar de burgemeester van de stad zou wel een signaal af kunnen geven. In vorige grote processen binnen het havenbedrijf hebben we gezien dat als Rotterdam een vuist maakt, de gemeenteraad, dat het wel degelijk ook doordringt naar Den Haag. Dus ik zeg, laten wij nu met z'n allen onze burgemeester en onze wethouders ondersteunen om naar Den Haag het signaal af te geven. Jongens, wij hebben hier de juiste zaak om meneer Poetin aan te geven dat genoeg genoeg is. VVD, Partij van de Arbeid en D66 laten weten een besluit over een boycott een zaak van het kabinet te vinden en niet van Rotterdam. Wethouder Langenberg sluit zich daarbij aan.